Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat ben je aan het doen? Nou, wij krijgen onze allerliefste Astrid op bezoek. Dus we maken een logeerkamer van het buske. Ja. Dan kan ze hierin slapen en bij ons in de voortent wonen. Dan heeft ze een beetje privacy. Precies. De woonkamer wordt de gezamenlijke ruimte. En caravan is van ons. Buske van Astrid. Dus het is net alsof we op kamers gaan. Hè? En ik doe de gordijnen vast dicht, want ze zal meteen naar bed willen. Want ze is vroeg gestart. Ja, ze is heel vroeg gestart. Ja, ze is volgens mij hoe laat is in Alicante geland? Net na 9:30. Ja, ja. Maar dat appje wat wij kregen was van nog voor 6:15 dat ze al op het vliegveld was. Ja. Dus mensen, wij hebben een week lang bezoek. Dat wordt een week lang. Heel gezellig, maar minder vloggen. Maar we hebben nog een aantal leuke dingen in petto. Mocht er wat heel spectaculair zijn, natuurlijk zullen we daar verslag van doen. Nou, het is meestal zo als er het er is, dan gebeurt er wel iets spectaculairs. Dat is inderdaad waar. Ik ga je even helpen en dan ga ik het even poetsen. Is goed, en we zetten deze stoel denk ik andersom. Dan wordt dit haar relaxed zit. En ik zou inderdaad en bij de andere wel de leuning zo recht mogelijk. Ja, deze want dat kan recht. Daar ook. Ja, helemaal goed. En deze er helemaal. Helemaal goed. Ja, het begint al echt vorm te krijgen. De achterbank is plat. De schoonmaakwerkzaamheden lopen door. Kijk, alles past, alles kan nog open. Hier komt zo nog een matras op. Haar zithoek is al in gereedheid gebracht. Geweldig. Dan gaan we dadelijk alle verduisteringen dicht doen inderdaad. Ja. Wat ben jij aan het pakken nu? Voorop het matras, molton en hoes en dat soort dingen. Ah, oké. Kan ik het matras er al in doen? Ja. Oké, dan ga ik dat doen. Ja. Nou, dat zit hier in deze hoes. Dat hebben we ooit bijbesteld. En dat is op maat gemaakt voor de Marco Polo. Kijk, daar is een matrasje van. Ik meen dat het 8 centimeter is. Dus die gaat toch comfortabel snurken. Zo, nou, ik heb nu even twee handen nodig, dus dit zie je zo in de bus liggen. Kijk, zo. Dan zie je dat het daar precies op maat is. Maar zie je dat daar in dat hoekje, dat het net een klein stukje schuin eraf. Precies op maat, voor het busje. En we hebben een logeerkamer. Nou, even nog een kleine poets. Ja, even kulsewisch. Franslag. Ja, een internationaal. Hoe noemen ze dat in Spanje eigenlijk? Weet iemand dat? Wat? Het oppervlakkig schoonmaken? Ja, je hebt de Franse slag, kulsjewies, Spanische hesjewiesje. Laat het maar weten in de opmerking hieronder. Ik ga hem poetsen. Ja, poets maar. Nou, het is toch een leuke logeerkamer zo? Nou, ik ga de verduistering even regelen, dat ze lekker in het donker kan slapen. Nou, we hebben Buske inmiddels ook op stroom aangesloten. Zodat ze binnenin ook, weet ik wat, iPad kan laden en dat soort dingen. Gezorgd dat ze twee stopcontactjes heeft. En we gaan nog even het water prepareren. Oh shit, de grijze afvoer. Was die dicht? Daar ga ik even naar kijken. Ja, want daar kunnen we er niet bij. Ja, zetten we er een bakje onder. Oh ja, oké. Maar we gaan even kijken of er water in gaat überhaupt. Ja. Ik denk wel dat het makkelijk is voor haar, hè? En anders die grijze slang, die hebben dat stukje, kan misschien daar. Kijk, slim bubs, ja. Oké. Nou, de laatste poetswerkzaamheden. En dan heeft Astrid een prachtig schoon logeerkamertje. Verder goed is er al. Nou, beter wordt het niet. En dan staat hij zo dwars op ons perceel. En dan is het net even vlak bij elkaar wonen. Kijk, want daar is onze voortent. En daar is dan haar domeintje. En we kunnen zelfs nog de luifel uitdraaien mocht ze te veel zon krijgen. Maar de boom zorgt er ook al voor schaduw. Dus zo gaat die worden. De
gast is geïnstalleerd. En Ruud zegt, het valt reuze mee. Nee, maar ze wel een leuk kok. Heb jij een blokje C4 onderin je bagage? Ze heeft wel een hele leuke pyjama aan. Waar moet je kijken, man? Nou mensen, we gaan niet meer filmen. We gaan slapen. Welterust. Goedemorgen. De bus staat er nog. Gelukkig. Het was best wel een malle pietje daar. Maar hij is nog niet gesloopt. Jullie zien het zonnetje in de ramen daarvan al een beetje opkomen. En de fluitketel, die gaat ook. Dus ik ga eens even een lekker kopje thee zetten voor onze gast. Nou, we hebben het weer geprobeerd, mensen. Op advies van enkele volgers hebben wij de spelregels erop nageslagen. En die waren wij kwijt. Dus we hebben ze online opgezocht. Ja. En wat bleek? Nou, wij deden één ding fout. Wij dachten dat we het helemaal goed deden. Maar wij deden niet aansluitend de kruisjes zetten. Dus dat hebben we nu gedaan. Ja. Maar dat maakt het spelletje inderdaad veel spannender en veel leuker. Ja. Kijk, ik zal het eens even uitleggen. Als je moet in kolommetje H beginnen hier. Stel de eerste keer kies je voor 2 oranje. Dan heb je die kruisjes. En je gooit daarna 4 blauw, laten we het zeggen. Nou, die mag je dus nergens zetten. Want deze sluit je niet aan. En deze sluiten niet aan, want ze moeten recht aansluiten. Nou, dat hebben we er nu bij gedaan. Ja, en dat was leuk. Was echt leuk, hè? We gaan nog een herkansing doen. We zijn met z'n drieën, maar ik heb nu een keer gewonnen. En dat is wel heel bijzonder. Want ik ben niet zo goed in spelletjes. Sorry voor het schokkende beeld, dat heb ik altijd als ik lach. Ja, maar het is echt superleuk. Hé, maar gewonnen, schat. Ja. Check! Deze magische worp is zojuist bij keer op keer gegooid op Brigitte. Dat is toch knap, hè? Dat is echt knap. Als je zegt, doe het nog een keer. Ik zou het bijna vragen van je, maar nou ben ik wel benieuwd wat je op dat kaartje gaat invullen. Ja, dan moet ik maar maximaal. Goeiedag mensen. En voor diegenen die hier wat beter bekend zijn. Wij zijn in Totana. Je ziet hier de Rambla. Met daarachter net te zien. En dadelijk ga je meer zien natuurlijk. Maar daar is de markt van Totana. En daar zijn wij onderweg naartoe. Mooie mensen. Nostalgie. Nou, hier zie je dus het begin van de markt. Weet je wat het leuke is van deze markt? Je ziet er niet zo heel erg veel toeristen. Ja, ze zijn er wel natuurlijk. Maar je hebt toch wel meer het gevoel dat je in Spanje bent in plaats van op een Hollandse markt. We hebben het net over het kledingvoorschrift van deze markt in dit seizoen. Wij lopen in korte broek en t-shirt. En dit zijn allemaal wolletjes, dikke jassen en lange broeken. Probeer je maar eens een t-shirt te vinden. Dat zal denk ik niet lukken. En dan na de markt is dit het lekkere ritueel, hè? Ja, gamon con tomate. Jullie hebben gamon. Jullie zullen wel een beetje wind horen. We staan op bijna 1400 meter in de Sierra Espuña. Daar zie je de eerste ijskelder. Even daar zo. En even
van het uitzicht hier genieten natuurlijk. Kijk, eens kijken of ik over de bomen kan komen zo. Prachtig, prachtig uitzicht. Nou, ik ga een stukje die kant oplopen. Want daar staan ijskelders waar je in kunt. Hebben jullie misschien al ooit gezien voor de trouwe volgers. Maar onze gast Astrid, die heeft dat hele fenomeen nog nooit gezien. Dus wij laten haar dat graag zien. De route hier naartoe is al helemaal super mooi. En dit wandelingetje wat we gaan doen, dat is voor de mensen die het gezien hebben. En nu voor jullie ook. Prachtig. We gaan die kant op. Kijk, zoals jullie hier kunnen zien. De dennenprocessierups is er ook weer. Dus als je hier gaat wandelen, voorzichtig. Met dit uitzicht. Dit heuveltje over. Het enige steile heuveltje. Zie je daar in de verte al een koepeltje van de ijskelders. Dus hier naar beneden. En dan gaan we ze eens van dichtbij bekijken. Daar staan ze dan. Twee stuks volledig gerestaureerd. Sommigen van jullie hebben al gezien dat we erin zijn gegaan. Dat gaan we zo weer doen. Kijk eens wel naar plekken. Jongens, jongens, jongens. En verse moeflongeutels. Dus wie weet. Kun je dus zien hoe enorm dat dan eigenlijk is. Daar loopt Astrid, die gaat helemaal naar beneden. Daar gaat Brigitte, die heeft het zo te zien koud. En dan gaan ze helemaal naar beneden. En dan zien ze dit. Kijk, en dan staat hier nog een kleinere ijskelder. En dit is gewoon met een bruggetje. Maar toch nog ook een respectabele diepte. En wat erg mooi is om te zien, vind ik tenminste. Als je zo recht naar boven kijkt. Cool. En hier staat er nog één. Er is nog helemaal niets aan gerestaureerd, alleen voor de veiligheid een hekje geplaatst. Ik kan de bodem niet zien. Ik strek mijn arm even. Dit is ook een grote hoor. Poeh. En wat ik net ook zag. Kijk, daar is er nog één. Ziet eruit als die maar half gerestaureerd blijft. Zie je dat? Ja, mensen. Wereld, wereld, hè? We doen nog even een sightseeing.
We hebben al genoeg gelopen vandaag. Oh, 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 oh. Wat is het toch een draak. En die rijdt weg. Wat is het toch een draak. Oh. Nou, ik ben blij dat zij van origine vrienden van elkaar zijn. Want anders had ik me helemaal kapot geschaamd. Maar gelukkig... Nee, gelukkig. Gelukkig kent zij hem langer dan Nathalie mij kent en ik hem. Tjonge, jonge, jonge. Oh, this is life right away. Ja. Rob en Jolande, de eerste gaat eraan. Ik ga heel even wat meer inzoomen, want het licht is niet helemaal fijn. Ja, licht. Kijk. En dan iets meer voor jou naar links draaien. Nee, naar jou rechts. Andere links. Andere, ja, de andere links. Nou, zeg maar wat er staat. Het is de Pontonier. Ah. De Brute Waterbrouwers. Sode Ju, zeggen ze dan. Okay. En dit is een 5% biertje van de genietroepen. Hè. Ik vind het zo uniek. Ik ga nu proeven. En ik ga jullie een geheimpje vertellen. Ik heb een Engelse expert uitgenodigd. So, ladies and gentlemen, say hi to Ian. Hello, this is Ian. Ian from Great Britain. No, not anymore. He is Ian from Spain. Spain. Dus, dit biertje ga ik samen met een Engelse vriend proeven voor jullie. Het is een mooie kleur. I like the color. It's cloudy. Yeah, it's cloudy. It's slightly it's cloudy. Clear. It's a white beer. Yeah, yeah. Well, what you call it. Dus, it's a cloudy beer. Er staat Weizen. Weizen is German voor white. Ik lig ze even bij mensen met mijn sombrero. Nou jongens, op jullie. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het pakketje. Cheers. Cheers. And we have to tell the people what our taste buds say. So Ian. That's good. It's good. With the big G or a small G? Now with a humongous G. Oh, wow. Okay. Er zit een zoetje in zelfs. Je proeft mout, je proeft een beetje een zoetje. Het is, dat is een lekker biertje hoor. Het is lemony, echt een lekker biertje. Lemony. Een beetje lemon zit erin inderdaad ook. Yeah. Nou, heren. Proost op jullie. Ja, proost. Cheers. Cheers.